Een bus vol personeel zette van de Mall aan naar Amsterdam. Maandenlang van acties en stakings had het vak onbekend dat Prins Dokkum nou dicht is. Het personeel is net alleen het zin de sluiting, maar wel ook een goede ontslagregeling. Het is de bedoeling om de rechter te vragen of hij de sluiting wil terugdraaien. En als dat niet lukt, dan willen we in ieder geval de rechter verzoeken om te zorgen dat mensen verzorgd achtergelaten worden. Op dit moment is het zo dat mensen die 30, 40, 45 jaar dienstverband hebben, nu allemaal zonder een cent op straat staan. Eigenlijk zijn ze als een vuilniszak bij de vuilnis gezet. Wat is de verwachting, meisje? Eerste prijs. Hij komt ervoor. Positief. Ja, de gerechtigheid is dan maar dat goed komen. Toch? Is dit het laatste zuiver een wanhoopsoffensief? Dit is een offensief om te zorgen dat wij in ieder geval voor de mensen een goed resultaat gaan bereiken. Maar voor de laatste kans? Dit is de laatste kans. Prins is zo'n 1 september sletten op 8 maanden nooit dit nog rond december produceren.